Goedenavond. Deze uitzending staat geheel in het teken van carnaval Kern-Haren. We bezochten de wagenbouwers die met de optocht in Haren meerijden. Ik ben Koen Verbeek van CWO op Stap met Haren. We zijn een carnavalsgroep van 4 man. We begonnen 4 jaar geleden. En toen hadden we een thema van... We wouden nu nog in het klein maar wachten tot we groter zijn. Het jaar daarna zijn we begonnen met 5 man. Toen is Remco erbij gekomen, die ziet hij dadelijk nog. En toen hadden we het thema... We hebben club gekocht voor de mensen met een lelijk gezicht. En vorig jaar was het dan... ze kunnen zeggen wat ze willen, maar de olifant. En dit jaar hebben we dan een ander thema, maar dat komt u nog te zien als je naar onze optocht komt kijken in Haren, Oosterwijk, Kestel, Loonstand en Biezenwortel. Hallo, ik ben Remco Mullers. Ik zit ook bij CWO op Stap. En ik zal wel even vertellen van dat we begonnen waren met 4 man. Daarna, het jaar erop, zijn we met 5 man doorgegaan. Toen ben ik erbij gekomen. En nu zijn wij met 14 man. En dat is eigenlijk één grote vriendengroep. Wat we ook na carnaval mee doorgaan en zo. Ik wens iedereen die hier naar het kijkt een gelukkig carnaval. Wij wensen iedereen een fijne carnaval. Goed bezig. Dat is jouw officieel deelname nummer. Hier. Veuran in de koers. Ja, kunnen we wel, hè? Ja. Dan mag het alleen maar spannend, daar zijn we. Toch nog even langs bij Gratje. We hadden niks van hem vernomen, maar de optochtcommissie wilde hem graag zien in de optocht. En daarom werd zijn startnummer thuisgebracht. Nu moest hij wel. En dan naar huis, want morgen was er weer een dag. Want ik moet geopereerd worden en in februari gebeurde en carnaval in februari. Dus het zou kunnen zijn dat ik ziek naar ben. Dat heb ik niet opgegeven en toen bleek dat ik na de carnaval geopereerd zou worden. En toen heb ik een of andere voorzitter van de optochtcommissie gevraagd of ik nog mee wou doen. Carnaval hoort bij het zuiden. Ben je het daarmee eens? Nou ja, ik vind het dan wel. Ik heb wel verschillende keren meegemaakt of ook wel vrienden, mensen vanuit boven de rivieren. En je ziet dan soms toch dat ze het niet helemaal begrijpen of zo. Of dat, het is toch een heel apart feest en van vroeger uit ontstaan. En dat is origineel. Net als de Elfstedentocht van Friesland hebben wij carnaval. En zo heeft Nijmegen de Vierdaagse. En ik denk dat zo ieder gebied wel zijn eigen feest heeft. Dus, ja. Ben je zelf een carnavalsvierder? Ja, jawel. Ik zit bij de Raad van Elf, hè? Dus dan, dan komt dat wel goed. Ja. Ja. Nee, ik doe het heel graag. Ja, het is heel gezellig. Ja. Waarom krijgen bouwers erwtensoep? Ja, waarom erwtensoep? Dat is een goede vraag. Erwtensoep is denk ik toevallig gekomen. Maar het is eigenlijk om sowieso de veiligheid te checken van de wagens. En ook wat instructies te geven over de optocht. En daarnaast doen we met erwtensoep proberen we natuurlijk ook de zaak wat te promoten. Of een beetje een warm hart toe te dragen naar de verenigingen. En dat is meestal heel gezellig. Dus het is ook een soort gezelligheidsding eigenlijk. De veiligheid, wat houdt hij in precies? Veiligheid, nou dan moet je denken aan bijvoorbeeld dat de wielen dus
afgeschermd zijn van de wagens. Dat ook constructie degelijk is. Je hebt wel eens constructies die niet echt te vertrouwen zijn, daar worden dan opmerkingen over gemaakt. Dus we moeten natuurlijk voorkomen dat er of mensen van de wagen afvallen of dat er iets, of iets met het publiek gebeurt. Dus het moet allemaal wel, veilig zijn. Ja. Waar letten jullie nog meer op? Wij letten ook voornamelijk geven qua wagenbouw voornamelijk veiligheid, maar we geven ook advies om dat ze de muziek bijvoorbeeld niet te hard zetten. Dus daar zetten regelingen aan vast. Dus we hebben binnen een aantal decibel moet de muziek blijven staan. Dat wordt ook gecontroleerd. Dus daar wordt nog op gewezen. En voor de rest is dit jaar hebben wij ook qua drankgebruikers alleen op de wagen toegestaan. Dus dat betekent dat ze in principe naast de wagen niet mogen drinken. En daar, als we dat tussen een wagenbezoek doen, dan kunnen ze daarop op wijzen. Ja. Tot slot, nou ja, ik hoop dat we dit jaar natuurlijk weer een hartstikke mooie carnaval hebben. En dat iedereen, of dat er zoveel mogelijk harenaren, ik moet eigenlijk struiven zeggen, dit jaar weer naar de optocht komen kijken. En dat we ook allemaal netjes opletten. En netjes langs de kant blijven staan, even een veiligheid dingetje erbij. Maar dat we er gewoon een mooi feest van kunnen maken. En dat we nog jaren dit kunnen blijven doen, deze mooie... Wow, ja, 4 dagen gezelligheid. Wat moet ik nog meer van zeggen? Dat weet iedereen van zichzelf, toch? Met welke optocht rijden jullie mee? We rijden in Haren mee dan. Ja? En in Gessel rijden we mee. Oké. Okay. Maandag gaan we naar Gessel ook weer. En op dinsdag is Dolle Dinsdag. Het is een heel van week vrij toch. Samen daarin.
Die doen we altijd voor carnaval een keer testen of dat allemaal blijft staan. Hè. Dus gisteren morgen zet en dan kijken of dat het houdt, dat het op hoogte blijft. Maar jullie doen ook mee aan de lichtjesoptocht in Wietendorp, Biezenmortel. Dat is wel de bedoeling, ja. Dat is wel de bedoeling. En wij gaan de geluidsnormen houden daar in Biezenmortel. Ja, we hebben nog ook wel een plan. Ja, oké. Maar hoe lang van tevoren rijden jullie naar Waans? Ik denk, we moeten 12 uur daar zijn, hè? Ja, stond die lijst, 12 uur. En wat moet er nog gebeuren aan de wagen? Nog veel. Veel te veel, ja. Ik heb nog een week, hè? Nog een week. Ja. We moeten nog schilderen. We moeten nog figuren op. En dan moeten we nog weer... Popper op? Geen popper op. Muziek erop, geluid erop. Muziek erop. Veugelen erop. Ja, dat is zeker belangrijk, ja. Een schone wagen. Is het thema deze jaar? En met het gezicht naar de camera toe, Walter. Kijk, dat is Bart Paaimans, onze ervaren journalist, die geeft eventjes wat aanwijzingen. Maar maar jullie gaan via Mexico. Ja, wij gaan Viva la Mexico. Oh, Viva la Mexico. Ja. Inderdaad. Oh, ik dacht dat we alleen zon via Mexico nog hadden. Ja, maar dat is wel heel erg light, hè? Ja. Maar, zullen we nou al moeten beginnen met rijden, denk ik? Ja. Viva la Mexico. Maar jullie komen allemaal een beetje hier uit de buurt van Bergelandschot. Maar de meeste leden die van ons komen uit Haren. Uit Haren? Ja. Een mooie struivendorp. Nou, daar zijn de meningen over verdeeld. Nee, de meeste leden die komen uit Haren. Ja? En daar komen we nog enkel uit Udoud. Okay. En een paar uit Berkel en Schot. En voor de rest... Liemt. Liemt? Ja, dat is een uitschieter is daar. Maar dat is een vriendinnetje of zo, iemand opgenomen. Nee. Die is verhuisd. Oh, die is verhuisd. Ja. Dus. Maar je zult in Liemt gewoon hier. Ja, dat moet aan hem vragen. Ja, mij dus. Ja, oké. Maar hoeveel man zouden dus op de wagen? Hoeveel man hebben wij? 18 of 17? 17 leden hebben wij. En dat is gewoon zo, en daar komt niks bij? Jawel, er komen wel bijrijders bij. Bijrijders? Dus, ja. En die bijrijders, waar komen die zo vandaan? Uit dezelfde dorpen, Haren, Berkelenschot, Tilburg, overal vandaan. Overal vandaan, ja. Kunnen jullie mee met de dweltour? Nee, daar doen wij niet aan mee, nee. Oh, wat gaan we maandag en dinsdag doen met de carnaval? Maandag dan gaan wij naar Moergestel en de dinsdag, dat weet ik niet. Ik ben niet van de planning, dus dat durf ik niet te zeggen. Maar de dweltour is maandag toch ook in Moergestel? Ja, maar wij doen niet. Wij doen niet mee de dweltour zelf mee. Je bent er wel. Ja. Daar gaat het om natuurlijk. Hè. Inderdaad. Dat je nou officieel meedoet of niet, daar zijn we minder van belang. Maar, we zijn wel 4 dagen weg. Met vier dagen weg. Dus daar houdt in. Doe de geluk nog weet je, met de lichtjesoptocht of zo mee? Ja, in Biezenmortel. Een druk programma. Ja, we hebben niet voor niks gemaakt. En die vrijdagavond, doet er ook al iets of alleen in de kroeg? Ja, daar zijn wij hier de wagen aan het opbouwen, tractor en dergelijke. Soundchecks. En dan, soundcheck. Inderdaad. Maar wordt die opgenomen? Deze wordt uitgezonden. Ja, schrik niet. In Biezenmortel. In S? Ja, in S. Gewoon in S. Ik ben in S. Dan ga je even de goede doen. Ja, maar het is nog niet voorbij. In Helmond. Okay. In Helmond. Ook nog. Ja. En in Haren. Okay, ja, dan ben ik gewoon... Even geen snelle masker opzetten, dat ik niet meer zo herkenbaar ben dan. Ja. Houden we. Vergeet de pamplus van mij. Oké.
thema wordt dankzij de Grieken zitten wij in de crisis. Kijk, nog actueel ook. Daar is het allemaal mee begonnen. Ja. Maar jullie komen op de Berkelenschot? Dit is een stukje Berkelenschot, maar we zijn toch allemaal meer Moergestel georiënteerd. Gersel. Ja. Ja. Toch Gersel's Next. Oh, Gersel's Next. Ja. Oké. Okay. En dit is voor de Next Generation. Next Generation. We zitten hier onder de rook van de Trappistenklooster. Ja, nee, dit ziet er netjes uit, moet ik zeggen. Ja. Wij zijn sinds, wanneer we 2004 zijn, nee, 2000, we zijn nu 2010 zijn we begonnen. 2010 zijn we begonnen, ja, dat klopt, ja. En moesten het, ik heb het straks al aangegeven, het doel was natuurlijk om de kinderen met carnaval ervaring op te laten doen. Dus moesten we een wagen gaan bouwen om de speellijke leven te houden en voor iedereen telt dat dus. Dat is het doel achter het Gersel's Next. Oké, okay, even mooi. En ja, heb jij nog een beetje zin in de carnaval? Ja. En waar ga jij ergens lopen, weet je het al? Voor de wagen of achter de wagen of in de wagen. En hoe zie je eruit, weet je? Ja, in een jurk, een witte jurk met goud. Zo, dat is mooi. Oké. Okay. En jij, heb je ook een witte jurk met goud? Ja. Ja? Oh? Oh, dat is jongensjurk. Oh, jongensjurk. Oh, jongensjurk. Oké. Okay. Nee. Oh, kijk, een kopje soep erbij. Ja, jij lust ook wel soep? Ik hoef niet. Ik kom uit Haren, dat klopt. Ja, dat is wel weer lang geleden. Maar, Waar ben je ergens opgegroeid? In het Hollandeind. Bij de familie Scheffers. Oké, okay. Het Hollandse. Het Hollandeind, ja. Ja, oké. Okay. Maar ik woon nou in Moergestel? Ja, al 14 jaar. Ja. Al 14 jaar. Ja. Ja, toch niet een beetje heimwee naar Haren? Nee. Oké. Nee, met een mooie wagen in ieder geval. Dat, We doen ons best, hè? Ja, we zijn er wel erg tevreden overal. Ja, nog wel flink wat aan doen, maar okay. Komt goed. Okay, ja. Okay. Komen er nog meer mensen uit haar uit de groep? We hebben er nog eentje, maar die heeft zich denk ik verstopt. En mijn broer doet mee, Hans. En, hier Marieke is er, ja, mijn vrouwde. Oh, Marieke vrouwde? Ja, dat is ook al genoemd. Dat is de zus van Theo. Ja. Ja, de zus van Theo. Ja. Oké. Okay. Nee, met absoluut een mooie wagen. Dat, ja. Dat is mooi. Ja. De wagen wordt zelf gemaakt helemaal. De kleding zijn we helemaal zelf aan het maken. Dus andere jaren wil het nog wel eens kopen, maar dit jaar doen we echt alles zelf. Ja. Dus, ik denk dat de maatjes serieuze concurrentie gaan krijgen. Mag het hopen, is toch leuk? Beetje concurrentie. Ja. Nee, we zien jullie volgende week. Ja, nou leuk dat jullie even langs zijn gekomen. Okay. Gezellig. Oké, goed zo. Succes met bouwen. Ja. Oké, hoi. Iedereen wenst jullie allemaal een fijne carnaval. We wensen jullie allemaal een fijne carnaval. Oké. Voor de bouwlocatie van carnavalsvereniging Wat Zat reden we naar Tilburg. De grote hal verraste ons met de aanwezigheid van vele carnavalswagens. Maar wij waren op zoek naar Wat Zat. Ja, we zijn hier dan beland in de grote Tilburgse bouwhal. Tussen alle andere carnavalswagens hebben we dan toch Wat Zat gevonden. Ik zie dat je hier allerlei graffiti op de wagen hebt gespoten. Ja, dat zien we inderdaad hartstikke goed. Maar hij is nog niet goed, dus we moeten hier nog een keer overnieuw doen. Hij wordt volgende week weer wit geverfd en dan doen we net de zaterdag voor carnaval doen we nog even een nieuw laagje verf overheen. Oké. Okay. Ja. Definitieve vorm. Ja, dat is dit is eigenlijk nog een beetje de schets, de aantekening. Ja. Dus, we moeten er nog even bij werken en dan komt het uiteindelijk wel goed, denk ik. Oké. Okay. En met hoeveel mannen zat ik er dan ook deze jaar op, zeg maar? In haar, uit mijn hoofd, 45. 45? 45 man, ja.
Maar hoe ziet de carnaval van Wat Zat er deze carnaval uit? Hoe ziet de carnaval eruit? Het programma is als volgt. We starten naar Haren natuurlijk. Uiteraard. Daarna gaan we naar Udenhout toe, waar we dan zelf vandaan komen. De maandag is naar richting Loon op Zand en rijden. Tot slot sluiten we af. Oké. Okay. Ja. Geen dweltour of zo? Nee. Echte optochten gaan we doen. Misschien ook nog hier naar Tilburg een keer een afzakkertje pakken. Maar voornamelijk de optochten. En wat voor klassering hadden jullie bij ons in Streuvendorp op toog? Oeh, nou dat is een hele goeie. Want wij zijn eigenlijk dit jaar een beetje van bestuur veranderd. Er zijn een aantal jongens die zijn gestopt. En wij hebben het overgenomen. Dus ik durf eerlijk gezegd niet te zeggen wat de stand vorig jaar was. Vorig jaar was er niet mee bezig. Was alleen maar aan het carnaval vieren. Maar niet over mijn dorst. Het kan me niet veel schelen als mijn dorst maar wordt gelest. Oost-west, thuis is het bier op zijn best. Van je hey, hey. Heren, dank. Dank. Ja, bedankt. Ja, bedankt. Ja, bedankt. Ik slaap, heb ik mijn ogen dicht en doe ik niemand kwaad. Dus dan ga ik naar de hemel tenminste als die zaal bestaat. Laat ons daarom drinken en naar de hemel. We zijn aangekomen in Udenhout met onze erwtensoep. Even een praatje en vlug naar het volgende adres. Vikingsboot, waar houdt het precies in? Nou, we hadden dit jaar het idee om een vikingsboot te maken, iets met een boot. Dat is altijd leuk en we hebben daar leuke pakken bij bedacht. Ook het idee van Wiki de Viking valt onder jeugd, kleine jeugd heel goed. Daardoor het idee van een vikingsboot met Wiki de Viking. Dus jullie doen bij de jeugd mee of bij de volwassenen? Wij doen wel mee volwassenen mee, maar we zijn nog steeds jeugd natuurlijk. Hè? Kom. Okay. Komt er ook nog wat geluid op de wagen? We hebben wel wat geluid op de wagen, dit staat allemaal naar binnen. Ook richting de reglementen, dat in de verschillende gemeentes wordt gehandhaafd. Dus daardoor is de muziek meer voor ons en de mensen eromheen, die krijgen er wel iets van mee natuurlijk. Maar het zal minder zijn dan andere jaren. Jullie doen in Haren mee en ook nog in andere plaatsen? Zondag doen we in Udenhout mee, maandag in Loon op Zand en dinsdag hebben wij een dweltour. En waar gaat het dweltour naartoe? Doen we bij het Gommelen. In Loon op Zand, Café Eigenwijs, De Bron in Berkelenschot en dan als laatste het plein in Udenhout. Kijk, dat is al mooi. Maar jullie beginnen gewoon met een Harense optocht. Ja, dat is altijd goed bevallen en dat doen we nog steeds. Dus we doen dat nou al, ik denk sinds het eerste jaar mee. Dus dat is al zeven jaar. Dus, Heb je ook al nagedacht over een klassering? Wat is het doel? Het doel, we hebben altijd als doelstelling nummer 1 gehad, maar dat zal dit jaar denk ik niet lukken. Iedereen krijgt steeds drukker met andere dingen en met werk en je kent dat wel. Dus de mooiheid, dat is minder als andere jaren denk ik. Dus waardoor de klassering ook wat lager is. En die vikingsboot, hoeveel mensen gaan erop staan met de optocht? In Haren zullen er 40 à 45 mensen mee rijden. Maar dit is een andere optocht iets minder zijn. Omdat Haren, zeg maar, dat vindt iedereen leuk. Dus, de grote optocht. De grote optocht. Dus daardoor zoveel aanmeldingen ook van meerijders. Die mensen kennen, mijn vrienden en vriendinnen. Andere mensen en zo, die dan meerijden. Ja, ik denk dat het een mooie wagen wordt. Ik hoop op een hogere klassering voor jullie. Dat denk ik ook. Is er nog iets wat je wilt zeggen aan de mensen in Haren? Helvoort, Biezenmortel en S volgens mij. Nou, kom kijken naar ons. En het wordt een groot feest. Via Haaghorst, Moegestel, Berkelenschot, Tilburg en Udenhout zijn we in het mooie Streuvendorp aangekomen bij de maatjes. Roel, ja, dat ben ik. Wat gaat het worden? Dat is nog een verrassing voor jullie en voor onze weet. Oh, hoe lang ben je al bezig? Een week of 6 ongeveer. We zijn tussen kerst en oud en nieuw zijn we begonnen.
En ja, dat heeft toch ook te maken met hetgeen ja, dat we eerder niet in onze bouwhal konden. Maar ja, het gaat toch goed komen, denk ik. En we in een korte tijd toch veel werk kunnen verzetten. En dat gaat goed komen. Maar hoeveel man doen jullie ongeveer mee? Wij doen ongeveer mee met, ja, alles bij elkaar, denk ik, 50 man. Ongeveer 30 volwassenen en 20 minimaatjes. En dan gaan we proberen de optocht weer op zijn kop te zetten. Hè? Maar jullie doen in Haren mee en doen er nog ergens anders ook mee? In Oosterwijk. In Oosterwijk? Ja. Oh, weet jij hoe Oosterwijk heet met carnaval? Duidelijke schat, toch? Goeiedag zeg. Ja, je hebt wel goed voorbereid. Ja. En welke klassering hadden ze op het oog? Ja, in Haren gaan wij gewoon een greep of een gooi doen naar de eerste prijzen en in Oosterwijk ook natuurlijk. Maar ja, dat is altijd even afwachten wat de werkelijkheid gaat worden. Hè? Ja, dat moeten we afwachten. Ik kan zo stiekem een keer naar links kijken, wat ik eigenlijk niet mag doen. Dan zien dat het een hele mooie... Ik mag dat. Want het zeker een hele mooie wagen gaat worden. Ik neem aan de kostuums. Is daar al het een en ander aan gebeurd? Ja, daar hebben wij... Daar weet ik zelf niks van. Want ik zit in de ijzerploeg. Wij hebben overal een beetje ja, ploegjes voor gemaakt. En ja, dat is eigenlijk een beetje het werk van de dames, de kleren. Maar ja, ik wens jullie er veel plezier. We zien elkaar volgende week. Ja, dat weet ik wel zeker. Ja. Als afsluiting van de zaterdag kwamen alle commissieleden bij elkaar bij de Maatjes in Haren. We hadden nog wat soep over en drinken. Ik ben Tieve en ik ben van het Mini Maatjes en ik wens iedereen een prettig carnaval klaar. Hey, hey. Hond gebrouwd en ben je ladder zat, dan kruip je over de grond. Peter, misser. Optocht van Struivendorp, denk ik dat we ze inmiddels wel wat kunnen zeggen. Ja. Zoveel jaar wel, hè? Ja. Ja. Jullie hebben andere wagens gezien dan wij, maar wat was de indruk? Ik vind de indruk vind ik toch wel goed dit jaar. Er zit wel kwaliteit bij. Ze moeten nog wel een dag of zes werken om het allemaal in orde te krijgen, maar ik denk wel dat het dit jaar toch wel weer geslaagde optocht wordt. Beter dan vorig jaar? Dat vind ik wel, ja. Ja, ook de dweilwagens die worden ook wel kwalitatief beter. Wordt hard aan gewerkt vandaag overal. Ja, dat is ons ook opgevallen. Er wordt veel gewerkt. Ja, zijn, op de meeste plaatsen waren al mijn man of 8 of 10 aan het werken allemaal. Ja, ja ook, inderdaad, dat is onze ervaring ook. Ook er was echt soep heen, dus dat blijkt wel. Wij hebben hem op één adres zelf niet meer mee naar binnen genomen. Oh, ja, wij ook niet. Ja. Nee, anders hadden we niet genoeg. Maar wat waren de meeste wagens die jullie in één plek aangetroffen hebben? 4. Daar gaan wij dik overheen. Ja. Jullie zijn in Tilburg geweest, denk ik. En ja, dat is een heel ander carnaval, Tilburg. Maar Haren, dat is een beetje... Ja, Haren is wat plaatselijker, wat kleiner. Nou, ik heb toch wel op verschillende plekken het interview gehouden. En de optocht in Haren wordt links en rechts toch wel als een van de toppers gezien. Jawel, hier op platteland wel, ja. Ja, maar ook in Tilburg zelfs. Ja, hier leeft hij veel meer in haar, denk ik wel. In Tilburg is sowieso meer show allemaal, de optocht. En hier komen veel jeugdgroepen naartoe. Hoeveel deelnemers hadden we ook alweer? Hier hebben we 1100 mensen doen mee met de optocht. En we hebben 47 nummers. 22 wagens. Juist, meer dan 1100 mensen. Ik denk dat er 5.500 mensen wonen in Haren. Dus dat is toch ongeveer toch wel 20% dan. Waar mee aan de optocht in haar, ja, van de bevolking. Zal bestaan, laat ons daarom drinken en naar de hemel gaan. Zondag 12 februari, weer op pad. Met andere commissieleden. De taken zijn verdeeld. Na wat oponthoud konden we gaan beginnen. Eerst naar Kromvoort. Vandaag voor de tweede keer op wagenbouwbezoek. En dat betekent dat we bij de wagens langs gaan die volgende week zaterdag bij de optocht meerijden in Haren. In totaal zijn er 22 wagens en er zijn er gisteren al een aantal bekeken. En vandaag gaan we de andere bekijken. En dan kijken we naar de hoogte en naar de breedte. En we kijken of ze de veiligheidsmaatregelen goed genomen hebben. Maar het eigenlijk het allerbelangrijkste is dat we met ertessoep komen en dat ze weer goed kunnen bouwen. In deze kou. Dus dat gaan we vandaag doen. En ja, soep uitdelen. En een hele lekkere soep uitdelen. Dus komt helemaal goed. Ik neem maar kwaad, dus dan ga ik naar de hemel tenminste als die zal bestaan. Voordat ik er goed aan wel kan beginnen. Rob, het ergste was, de benzine was ook bij Kluikmans op. Dus het is andere geworden. Het is misschien wel diesel. Kijk.
Hij loopt alweer. Doe ik niemand kwaad, dus dan ga ik naar de hemel. Tenminste, als die zal bestaan. Laat ons daarom drinken en naar de hemel gaan. Dat ik... Iets te zeggen hebben over de uitslag van de optocht, maar dat is dus helemaal niet het geval. Want wij krijgen gewoon van de jury die dat doen, krijgen gewoon een briefje van wie eerste, tweede, derde, noem maar op is geworden. En dat is het, daar kunnen wij, gaan we ook niet over in discussie. De jury heeft het bepaald. En ja, zo is de uitslag. Voor mij deze groep wel. Ja, deze groep wel. Ja. Ah, leuk. Deze. En dan sparen die is op het dweilen. Ja, dan gaan we lekker dweilen. Dan gaan we gewoon lekker dweilen. Oké. Okay. En dan gisteren lopen op dinsdag of zo, hadden we gelezen ergens? Ja, dat hadden we ergens gelezen, ja.
Ja, dat wist ik heel goed, hè? Deze kan ik ook al. Deze heb ik op school geleerd, heet hij. Ja, leuk. Dus, Ik heb je toch ook bij de Graaf van Brellen, hoor. Ja. Ja, als adjudant ook. Ja. Ik ben adjudant, ja. Druk. Kijk, collega's op elkaar. Ja. Al één pot nat allemaal, dus... Ja, en de voorbereidingen zijn ook allemaal goed voor de Bijltour. We zijn er druk mee bezig. Nee, maar moet er nog veel gedaan worden? Of, we zijn gewoon druk met dingen bezig, dus... En hoeveel veel groepen mee rijden? Als ik sowieso wil weten, man, een stuk of 13 of zo, heb ik sowieso wel weten uit mijn hoofd. Maar weet ik niet helemaal zeker, ik moet wel wat nummers uitdrukken, maar verder is Oké, de rest doen de vrijwilligers. Ja, de doen wel de vrijwilligers, ja. Die...
Weer de Baskes. Dat is mooi. Gelukkig wel. Nou, we hebben jullie gebouwd en hoe lang zitten jullie het al? En vertel eens iets. Nou, ons thema is dit jaar Occupy Haren. Ja. En nou ja, aan deze wagen te zien is hoe het uitbeelden, zeg maar. En nou ja, we hebben hier al heel lang aan gebouwd. Vorig jaar al aan begonnen. En ja, wij doen dit jaar nou voor 5e keer mee. 4e keer, zoiets. Dus vorig jaar waren we 5, dus dat willen we toch weer wel halen. Dus, oké. Okay. We gaan ervoor. En op zondag ga je mee in? Helvoort. Oké. Okay. Ja, we houden het in de gemeente, want... Dat is voor iedereen leuk. Ja, precies. Dus, en maandag neemt zich mee dweilen? Ja, tuurlijk. Waar ga je dan toe? We gaan naar Mogestel op maandag. En dinsdag gaan wij naar Helvoort, naar Freaky Tuesday. Ja. En van tevoren... gaan we nog even bekijken precies hoe we het gaan doen. We willen naar Simmichiels Gestel en we moeten nog even bericht krijgen van de gemeente of dat allemaal goed is. En ik heb er wel een goed vertrouwen in, maar ja, er kan natuurlijk ook geen medewerking aan verleend worden en dan hebben we altijd nog een B-plan. En wat is B-plan? Dan daar hebben we vanmiddag nog een vergadering over bij ons in de raad. Dus, okay, daar kan ik me nog niet helemaal over uitlaten. Oké. Nee, daar wordt nog besloten vanmiddag. Dus, en heb je al veel inschrijven voor de opdracht? Ja, we hebben altijd eigenlijk de standaardgroepen. En er zijn er 13 volgens mij. Oké. En op dinsdag zijn het er wat minder, want een paar wagens, Lost Pols en Non-Stop, die doen mee in Helvoort met het Pleinfeest. Mm-hmm. En dan rijden we met wat minder wagens rond, maar daar is de gezelligheid. Ja, precies, de gezelligheid is niet minder om. Ja, komt helemaal goed. Ja, dat hoop ik. Ik heb er het volste vertrouwen in. De mensen zijn daar vrolijk en aardig kosten. We moeten wel lachen zo laten. Hoeveel decibel mogen ze voeren? Het maximale aantal geluid is 105 decibel, DWC. En voor de opdracht wordt er gekeken door iemand die een meting doet om te vast te stellen op welke schakelaar of ook de schakelaar mag staan van het geluid op de wagen, zodat ze daar zeker niet boven komen. En komen ze dan wel boven, ja, dan kunnen ze een boete krijgen, plus dienen ze het erop €500 borg te stellen om te zorgen dat ze het gewoon niet over de schreef gaan. Want ja, dat is natuurlijk voor niemand leuk als er te harde muziek wordt gedraaid. En zo proberen we dat een beetje in toom te houden. En dit is ook eigenlijk mede een opdracht van de gemeente om het voor iedereen leuk te houden om naar de opdracht te komen kijken. En ja, je ziet gewoon dat heel veel mensen veel geluid op hun wagens hebben. Dus ja, het is wel de bedoeling om dat een beetje in te tomen en dat het toch voor iedereen gezellig blijft. Beuna's alles licht gestuurd gemaakt. En zoals je kunt zien, de kast waar alles in zit. Om alles mooi op neer te laten gaan op de lucht van compressor. Dan hopen we dat dit jaar een hartstikke mooi jaar wordt. En iedereen een fijne carnaval. Dat programma doet om zijn beurt kleppen openen, waardoor de lucht door de slangen gaat. En daardoor gaan de cilinders op en neer. Die overal in de palmbomen zitten en in het boek. Ik kan misschien wel even eentje laten zien. Kun je even aan de kant gaan staan? Hoe doe je dit nou? Klep-eiland. Oké.
kan ik dat nou maar hier bewerkstelligen? Hier zet je de hoofdvoeding op, de lucht. Gewoon druk vanaf de compressor. En dan gaat hier binnenin naar elk klepje toe. En dan zet je een puls van de computer dan. Zet je op deze draadjes. En als je puls krijgt, gaat het klepje open. En dan gaat de lucht er doorheen. En dan gaat hij naar de cilinder toe. En als dan een klepje weer puls weg laat vallen, dan gaat de lucht weer terug en dan zakt de cilinder. En zo doet hij elke keer. Deze zit dan vijf kleppen heeft deze. Ja. En in de kast hebben we er eentje van 7 aan. Okay. Dit is wel een van de nieuwste kleppen. Dus denk ik, ja, dat is... Een jonge carnavalsvereniging kreeg de stimuleringsprijs. We willen ouder en volwassen en bovendien had ik jouzelf al even jaren meer gezien. Toen las ik op een dag met verbazing in de krant dat Joost van Kooi. Nou, weet je het nog? Nou, alsjeblieft. Het is bedoeld om helemaal op te drinken, maar het is vooral bedoeld om jullie volgend jaar ook weer een stukje rust te geven. Tot slot kan gezegd worden, hulde aan de wagenbouwers. Hulde aan de bedrijven die hun hallen beschikbaar stelden. Hulde aan de commissieleden voor hun vrije tijd. Zonder inzet van allen is er geen optocht mogelijk. Maar niet te vergeten de erwtensoep schenken. Want de erwtensoep kwam telkens op het goede moment. Oké, carnavalsvereniging op stap heeft net de stimuleringsprijs mogen ontvangen. Mag ik hier een eerste reactie op van jullie? Ja, we vonden het al leuk. We hadden het eigenlijk niet verwacht. En ja, het is altijd leuk. En we zijn er blij mee. Ja, en jij? Hoe vind jij het? Ik vind het heel mooi, want het zijn nou eerste jaar. En mooi dat we hebben gewonnen. Dus, ja, blij hè? Ja. Ja, heel erg. Ja. Ik zag net dat jullie de Janus achteraan de wagen hebben bevestigd. Ja, achterop. Blijft hij daar hangen, de hele carnaval? Ja. Ja? Ja, ja. Okay. Zeker. Oké. Okay. Top, hè? Ja. Echt top. Ik vind het een geweldige wagen, hè. Bewegende delen. Ja, ja, de Superman en veel... de wereldbol bewegen, ja. De Superman beweegt. Veel werk aan gehad. Ja, heel veel. De hele carnavalsclub hard meegewerkt. Ja. 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 Dat mag wel enthousiaster, hè? Ja. Dan worden we helemaal verlegen, hè? Ja. Oké. Okay. Hey, dankjewel voor jullie reactie. Ja. Ja.